Yo gasten, Darfter hier met vandaag een nieuwe video op het kanaal van Fish. De video die jullie vandaag zullen zien is een speciaal soort video. Dat omdat dit volgens mij de vijfde video is die ik op het kanaal van Fishinator upload in mijn serie. En daarnaast, ik ben van de week ook jarig geweest en ja, daarom vond ik het wel leuk om een speciale video te doen. Wat ik vandaag in deze video ga doen is puur een gameplay analyse. Ik kijk dus gewoon de gameplay met jullie mee. Ondertussen geef ik gewoon mijn commentaar bij wat ik doe in de gameplay. Zodat jullie dus een beetje daarvan kunnen leren in mijn keuzes en zo. De gameplay is eigenlijk mijn beste gameplay die ik ooit heb gehaald. Wat dat is ga je vanzelf zien. Maar ja, laten we gewoon lekker gaan doen wat ik voor deze video in gedachten heb. Wat we doen is Domination Ground War op de map Arcaden. Ik speel met een party en we proberen eigenlijk aan te spawn trappen. Dat is persoonlijk vind ik dat de meest ideale manier om gewoon dikke gameplays te halen. Het is minder spannend om te zien, dat realiseer ik me wel. Aangezien er soms ook gewoon stukken in zit dat ik gewoon een linie of een ingang verdedig. Zodat de vijanden niet hun spawn uit kunnen. Maar dat is gewoon wel echt de bedoeling van onze gameplay stijl hier. Wat we nu hebben gedaan is de A en de B vlag gecaptured. De C-span op de map Arcade is namelijk de nadelige span. Dus eigenlijk als je wil spawn trappen moet je zorgen dat je nooit de C-span hebt op Arcade. Sowieso, ook als je niet gaat spawn trappen, zijn A en B veel chiller om te verdedigen. Omdat dat veel makkelijker is, omdat je daar de power positions hebt en zo. Wat ik hier nu doe is, ik zit in het midden van de map op de benedenverdieping. hier is er een stuk minder actie. Je kan je engagement veel beter controleren omdat je een stuk meer cover hebt en zo. Waar je wel voor moet oppassen is dat er mensen niet boven je komen. En je zo vanaf die escalators, die roltrappen, je zo naar beneden neerschieten. Dat is wel gevaarlijk. Daar moet je goed voor oppassen. Waar ik nu heel erg bang voor was, kijk, A is nu gecaptured en ik weet dat er heel veel vijanden boven me zitten. Ik had het geluk dat ik tegen niet zulke goede gasten speelde, want ze hadden niet echt een idee dat ik hier zat. Maar ik heb nu dus 3 kills gehaald en nu weten ze waarschijnlijk dus wel, als ze de killcam hebben gekeken, dat ik hier wel zit. Wat ik nu dus doe is even terugtrekken in een hoekje afwachten totdat mijn teammates weer zijn opgepusht daarvoor bij A. En eigenlijk ook A hebben gerecaptured, zodat ik weer veilig ben. Ik hoorde ook nu dat ze C hebben gecaptured, dus ik ga daar naartoe, kill ze, trek me weer terug. Omdat die C-span inkijken, dat flipt de span. Dus het is eigenlijk inkijken, een paar kills maken en weer teruggaan. Wachten totdat ze weer kunnen respawnen. En wat ik nu dus heb, nou ja, ze weten dus weer dat ik hier zit. Ik zorg dat ik achter cover zit, mijn eigen engagement controleer. Ik weet dat ik op een streak zit, ik heb mijn specialist bonus, dus ik ga ook niet onnodige risico's nemen. Nou ja, hier dus weer. Ik probeer dus eigenlijk een gat te vinden waarin ik dus helemaal kan terugtrekken. Dus mijn eigen span. Want ik realiseer me nu echt van, ik zit waarschijnlijk op een 17 killstreak of zo. En ja, dat is gewoon het nadeel. Deze gameplay is ook een paar jaar terug. En toen speelde ik toch wel soms af en toe een beetje campy op Modern Warfare 3. Don't blame me, dat was een aantal jaar geleden. En dat was hier dus ook zo toen ik speelde. Het nadeel van campen spelen is dat mensen op tent dus gewoon echt weten waar je zit en gewoon voor die revenge kills komen. Net zolang totdat ze je wel hebben. En dat kun je vaak wel even uithouden als jij de verdedigende speler bent. Maar dat hou je nooit vol. Soms komen ze gewoon echt met z'n drieën tegelijk. Nou, succes. Als je dan niet achter cover zit, dan ben je gewoon dood. Dus dat had ik hier dus ook. En ik had dus continu dat er mensen boven me zaten. En ik wilde eigenlijk terugtrekken via de roltrap richting A. En dan mijn eigen span weer inlopen, zodat ik daar veilig was. Maar dat kon dus niet, omdat ze continu, als je ook op een minimap kijkt, er zitten van mij geen teammates. We zijn A kwijt. Nou, nu is die dan weer teruggecaptured. En ze komen dus continu via dat achterkantje waar die lift zit. Waar mensen soms ook met infected aan het campen zijn. Dus ik was eigenlijk aan het wachten, ja, wanneer is nu een geschikt moment om mezelf terug te trekken? Want ik voelde me hier totaal niet meer op mijn gemak toen ik hier zo zat. Dat zie je ook, weer de eentje die daar zit. Ik ga echt zit overal achter te crouchen. Nou, nu had ik dus het idee van, oké, no pain, no gain. Toen ging ik maar terug. En hier had ik zoveel geluk. Net voordat ik werd gekilled met die C4, haalde mijn Bouncing Betty een double kill, waardoor ik mijn eerste mob haalde. Best wel veel geluk, moet ik eerlijk zeggen. Nou, het potje is nog maar halverwege, dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon voor nog een streak. Wie weet haal ik de double mob wel. Nadeel was dat we nu ook de C-span hadden en ik spande ook bij C, dus we wilden eigenlijk eerst de B-vlag terug hebben. Dus dat ging ik nu eerst doen. Ik zat toch aan het begin van mijn streak, dus dan wil ik de risico's best wel nemen om ook te gaan capturen. Weet je, als je gewoon op een hele hoge streak zit, dan is het
niet aan te raden. Zeker niet als je voor een mob wil gaan. Om dan voor objectives te gaan. Om ze echt te gaan capturen. Weet je, verdedigen vanaf een afstand. Je kan wel een aanvallen vanaf een afstandje. Dus een beetje support fire geven. Suppressing fire. Dat kan wel als je op een streak zit. Maar niet zelf op de vlag gaan liggen als je graag die mob wil halen. Dat is echt niet aan te raden. Want dan ga je waarschijnlijk gewoon dood. Nou, nu zat ik dus weer op mijn specialist bonus. En ik lag dus bij B. En ik wilde de... Ik wilde daar weg, maar ik wist dat ze daar rechts van me in dat gebouwtje zaten. Dus ik kon hier niet zoveel dan hier even blijven wachten totdat mijn teammates waren opgepusht. Nou, in het proces haal ik een aantal kills. Heb ik heel veel geluk, word ik ook gered door mijn teammates. Daar was ik heel blij mee, echt. De, gewoon de part waarmee ik toen speelde was ideaal. Toen zat ik ook in The Nation, nog altijd. Maar deze is een beetje doodgebloed, maar dat is een heel ander verhaal. Ik hoorde net dus dat Saber werd gecaptured. Ik had dus het idee dat ze daar spanden. Ook op mijn minimap zie ik dat nu dus dat ze achter in de hoek bij de lift... aan het spannen zijn. Dus ik heb nu eigenlijk liever dat ze C capturen. Nou, dat gebeurde dus ook. Dan kan ik weer op mijn positie hier gaan zitten en weer de span dicht gaan houden. Dat is natuurlijk het belangrijke aan spantrap is dat elke uitgang van de veilige span is gecoverd. Op Arcane is dat best wel te doen. Dus niet zo heel erg als het iets meer open is en dat de vijanden ook wat meer in het midden van de map kunnen lopen. Maakt de game ook iets spannender. Maar ik had hem... Ik persoonlijk had hier eigenlijk de ingang helemaal dichtgetimmerd. Bijna niemand kwam er hier doorheen. En het voordeel van deze spot is natuurlijk ook dat je bedekt zit. Dat er geen predator missiles je kunnen killen. Alleen als je daar natuurlijk in het midden zit bij die roltrap. Daar heb je een open dak. Daar moet je voor oppassen. Maar waar ik nu zit is het perfect dicht. Verder heb ik natuurlijk ook een portable radar. Ideale equipment op Modern Warfare 3. Misschien een beetje overpowered. Maar ja, gewoon gebruik van maken als je wil winnen, toch? Nu zag ik dus dat ze weer hier zo in de lift gingen spannen. Nou ja, mijn teammates hadden hem ook helemaal dicht. Dus dat had voor mij eigenlijk niet heel veel nut om daar te gaan zitten. Maar ja, daar beneden haalde ik mijn kills ook niet. Dus ja, dan maar liever wat assist. Want ik heb Hardline Pro, dus dan is een assist op zich niet zo'n heel groot probleem als je die krijgt. En ondertussen zit ik alweer op een klein streakje. En de tijd gaat nu wel dringen natuurlijk. Volgens mij 160 punten wat we nu zitten of zo. Nou ja, muziek gaat ook spelen, dus dat betekent dat je aan het winnen bent. Potje bijna is afgelopen, dus nu wil ik toch wel iets meer risico gaan nemen. Ik hoor Losing B en ik op dit moment, net liep ik dus echt over een plek wat super dom is. Als ik pech had gehad, zou ik daar gewoon zijn gekild, dus ik liep met mijn rug naar de vijandelijke span toe. En hier sta ik gewoon eigenlijk een beetje met mijn ACR de span te sprayen. Wat je trouwens ziet, ik heb een MP7 als secondary. Ik run vaak namelijk overkill op mijn specialist classes. Dat omdat ik soms wel eens een ammo probleem heb. Omdat ik soms gewoon best wel verdedigend speel. Scavenger Pro red je dus niet altijd mee. En het voordeel is natuurlijk ook dat je een wapen met silencer en extended max kan runnen. En vervolgens ook een wapen met alleen een suppressor en de focus proficiency. En hier hou ik me dus mijn tweede moab, double moab. Ik kalde hier mijn eerste moab al in. Helaas zijn er natuurlijk altijd van die mensen die lieven. Dus ja, nou ja, triple kill dan maar. In ieder geval, ik heb wel twee moabs gehaald in één game. Dit is ook de enige double moab die ik ooit heb gehaald. Gewoon door het tempo van mijn spel nooit zo enorm hoog ligt, haal ik niet zo snel een double moab. Maar hier lukt het dus wel echt een keer. En ook omdat ik eens een keer de Ground War speelde, lukt het ook eens een keer. Nou, hier dacht ik, weet je, ik heb het nou toch gehaald, dus ik push gewoon de spawn in. En om het potje nog iets langer te laten duren, captured ik C maar gewoon niet. Nou ja, en dit is gewoon het laatste stukje van het potje. Dat hebben ze eigenlijk keihard ingemaakt. En nu is het gewoon een beetje prijs schieten. Nog wat kills maken. Eigenlijk gewoon je span. Ik probeer niet mijn span terug te veroveren. Maar ik ging als eerste naar buiten. Dat had ik niet moeten doen. Ik zal je nu een aantal devs hebben. Zal ook wel uitleggen waarom ik dood ging. Wat ik nu hier ga doen is gewoon een beetje mindless rushen. Gewoon een beetje erin op inrachen. En wat vaak dan wel lukt is dat je wel een aantal kills haalt. Zeker ook met je specialist perks erbij. Extra slide event en dat soort dingen. Maar vervolgens kom ik gewoon in situaties waarin ik gewoon dood ga. Kijk, ik spring hier naar beneden, maar ik check bijvoorbeeld helemaal niet aan de rechterkant van de heg. Waardoor ik dus heel makkelijk gewoon was te killen. Vervolgens ga ik nu weer lopen, pushen. En ja, dat als je niet goed nadenkt en gewoon maar een beetje erop loslent, dan kom je natuurlijk in situaties waar je niet de controle hebt en dan ga je dood. Dus... Jongens, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie de gameplay leuk vonden. En ik hoop ook dat jullie de commentary leuk vonden. Laat weten wat je van de video vindt. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.